bad day he would come out, stand on the corner, watch the women. What the fuck are you doing here? Now you see there are different types of women, and you can always tell the different types by the way they speak. Now Bush, you see that woman standing over there? If you were to go up and speak to her, how would she sound? Girl in that red dress is waving at me, man.
man knew way back in the woods. But every now and then, in the woods, every now and then he would come out, stand on the corner, watch the women, the funky women. He watched the women, the funky women. Now you see there are different types of women, and you can always tell the different types by the way they speak. Now push, you see that woman standing over there? If you were to go up and speak to her, how would she sound?
Yes, talking about Baku Kai. We zitten inmiddels op bijna 5,5 minuten achter de Poolse Aleksandra Davidovic. Every now and then, in the woods, every now and then he would come out, stand on the corner, watch the women. He watched the women, the funky women. Now you see, there are different types of women, and you can always tell the different types by the way they speak. Now, Kush, you see that woman standing over there? If you were to go up and speak to her, how would she sound? Ah, Debra! Mountainbike in Italië. En in 2005 was ze al een keer Europees kampioen mountainbike bij de juniors. En nu dus bij de dames onder de 23, de Poolse Aleksandra Davidovic. Bravo! De meisje van de
Dat betekent dat die onderlinge verschillen alleen maar groter zijn geworden in die laatste ronde dat Alexandra alles op alles heeft gezet en niet de gas heeft teruggenomen, maar gewoon vol bak op weg is gegaan hier naar de finishlijn. En dat ziet beloond worden met een mooie gouden medaille. Wij wachten hier ondertussen met vol spanning op de volgende Alexandra de Dame op de tweede plaats en de rijders van de zilveren medaille. Die gaat onwaarschijnlijk richting Zweden. Alexandra Engel, dat is de volgende dame die we hier zo meteen gaan verwelkomen. Hier gaat het vakje omhoog en dat betekent dat we hier dagen krijgen op de tweede plaats pakt de zilveren medaille. Mag ik applaus uit Alexandra in Zweden. Silver medal bij de ladies under 23, Alexandra Engen from Sweden. Was er zichtbaar blij mee hier bij het passeren van de finishlijn. Eén podiumplaats nog te vergeven. Eén medaille lopen. Wil je een recensie van onze vlak en niet mee naar huis gaan nemen? Ja, stel dat ik wat willen we gaan? Ja, zo doe je ons aan de kabaal. Hoe laat heb je ze? Hoe laat heb je ze? A jak było na początku? Bo Paula została trochę. Ona teraz tak ciągnęła. Ostatnia. Tak ciągnęła teraz tą ostatnią rundę i chyba dziewiąta będzie. Hier krijgen we de dame op de derde plaats, bronzen medaille voor de 23. Dat betekent dat wij ons op kunnen maken voor de vierde, vijfde plaats en zo verder in de wedstrijd. Lang werd gemeld dat de Engelse op de vierde plaats lag en die laatste op de vierde plaats in de wedstrijd. Dat zou nog zo blijven en daarachter is het ook van het klapbaas tijd in de wedstrijd. Het was een van de Zwitserse dames die zich daar aan het front melden. Dat zijn dus nog de laatste die we hier zo meteen gaan verwelkomen. De rest is inmiddels al ruim 24 seconden over de finishlijn. Hier krijgen we de vierde plaats voor Dreamen. De last fourth place in the race. Want Vivian Meijer. Paula Kolika, ninth place hier bij de Women of 23. 10th place, in de plaats wedstrijd gaat naar Rusland. Vera Andreeva. Tanja Takel, Slovenia. Hier een sprintje voor plaats 12. Wordt er gewonnen door Sannekant uit België. Krijgen we de binnenkomst van Teresa Hurikova, Tsjechië. Teresa Hurikova has the 14th place here in the European Championships under 23.
Germany is Jannike Smit. 15th place, 16 places for the Duitse Jannike Smit. From Poland, Katarzyna Stusz. Possible you go 110? Yes? No! For me? Będziemy teraz patrzeć. Waar ik bleef bij de 17e plaats, dus zometeen kijken we de dame op de 18e plaats in de wedstrijd. De 18e plaats heeft de kam. De 18e plaats in Zoetermeer, de 18e plaats gaat naar Zwitserland in de binnenkomst van de Jennifer Seegesser. Zwitserland. 19e plaats, 19th place voor Sweden. Kajsa Snisch. Dan mag ik even Klarki. Klarki już się daje. Sześć lat nie było hymnu. Sześć lat nie słuchaliśmy hymnu. Jakie sześć? Przecież to się chodziło. A pięć, przepraszam. Cztery. Cztery, od Moskwy. Pięć była Moskwa. No wacht, nog voor de onderwijs hier op het podium. Die zo meteen de verschillende onderwijs gaan begeleiden. Die de vroegen hebben voor de luisteraars. Zo meteen gaan we welkom. Nou, jullie laten letten, hè? Als je het voor de Ale to nie był skok, Macia, wiesz, ja skokie po prostu. Cię hamowała specjalnie. Ona? Ty. Nie, no pojechałam. No, no. Nie, tak jak ojciec sam będę, bo co miałam hamować? No. Ojciec, ja mówię, Macia, co miałam. Kiedyś. Co miałam hamować? Powiedz jej, że akurat chciał się żyć na medal, nie? Ocia? Co na jej to powiem? Nie, bo to totally agree. She had to say that she really wants you to have a medal. Oh, okay. Thank you. And you repeat it from last year. And Vidovic. En daar staan de dames op het podium in het mooie zomerzonnetje hier in Zoetermeer. Hebben we de bronzen medaille en die gaat naar de Française Julie Bresset. Martin Pietersen van het organisatiecomité hier in Zoetermeer overhandigt de felicitaties en de bijbehorende bronzen medaille. Wij gaan van het bronzen naar het zilver, naar de tweede plaats, second place voor Sweden, Alexandra Engen. Maar ook de felicitaties en de zilveren medaille. De nieuwe Europese kampioen bij de dames onder de 23. New European Champion Women Under 23. Gold medal winner. Gouden medaille voor Polen, Alexandra Davidovic.
Mooie trui om de schouders bij de jonge dame uit Polen. De blauwe trui met de goudkleurige sterren van Europa. De nieuwe Europese kampioen gaat daar op het podium. Hebben we de rondemissen met de bloemen voor de dames.